Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een unboxing video doen van deze twee aanstekers van AliExpress. Even laten zien. Deze aansteker heb ik gekocht, die was €2,77. Die heeft 4000 bestellingen. Als het lukt zal ik even proberen een linkje erbij te doen. Dus van AliExpress deze bestelling. Moet ik even weghalen zodat jullie mijn adres niet zien. En deze aansteker heb ik besteld. Was 1 cent goedkoper bij 141 bestelling en die waren zelf beide van dezelfde verkoper, Ren Technology Corporation LTD, geen idee wat dat voor staat. Nou ja, laat ik maar gaan unboxen. En mijn lamp valt bijna, misschien als ik mijn lamp zo even neerleg. Ja, dat ziet er natuurlijk niet uit voor jullie. Zo, even kijken, hier zitten dus de twee aanstekers. In plasticjes zitten ze. Zo. Ik denk eerst deze maar eens open gaan maken. En zet die op. Honest, heerlijk. Classic Fashionable Durable. Oh, dat is waarschijnlijk een motto of iets. Nog een kapje overheen. En er zit dit nog overheen. Net tijdens het vullen had ik echt zoiets van, what the fuck, doet die aansteken nou niks. En ik druk echt hard mensen, echt. Hij gaat niet aan. Ik dacht van, is hij nou kapot? Maar wat er dus schijnt, is dat hier de klepje zit. Zodat je, zeg maar, bijvoorbeeld voor een shipping en zo, die dan niet kapot zou kunnen gaan. Ze mogen trouwens allemaal niet verzonden worden met gas. Mag niet even, volgens de regels, Chinese regels. Dus trouwens, kun je of je het goed kan zien, misschien zo even. Ja, zie je, hij is blauw. De aansteker is blauw. Of in ieder geval, plastic-achtig laagje is blauw. Dit is een beetje een soort van gunmetal grijsachtig iets. Er zit nog een dopje op met een kettingje. Heb je hem dicht? Ik zal dadelijk even een beetje iets wat donkerder maken. En dan is goed laten zien de vlam. Als goed is kan je de vlam bijstellen. Dus kijk of we dat goed kunnen zien. Ja, zie je? Ja, plusje en een minnetje. Dus de vlam is bij te stellen. Dus, ja, dat is best wel een mooie aanstekertje. Zoals ik al zei, ik zal jullie dadelijk even goed de vlam laten zien. Kan je nu overdag toch niet zien? Of ja, overdag. Ik moet dadelijk even iets donkerder maken. Van deze aansteker. Dus heb ik al eerder een gehad. Zeg maar exact dezelfde. Alleen dan van dx.com. Alleen die is helaas kapot gegaan. Heb ik dus deze gekocht. Dat Mega Pocket Torch staat hierop. Zo'n mooie aansteker is dit. Die is trouwens zo gekomen. Ik heb hem alleen nog met gas moeten vullen. Maar die doet echt heel mooi. Je kan echt die vlam echt amper zien helaas. Er komt echt gewoon vlam uit. Mooi ding. Kan hier onderaan kan je zeg maar instellen hoeveel en hoe weinig. Ik denk dat je precies de plus en minnetjes zou kunnen zien. Moeilijk. Kijk of ik in het echt een IRL zo met de plus en de minuutjes kan zien. Ja, kijk, als je heel goed kijkt, zat hier het plusje. En hier het. Ja, je kan het er niet zien op camera, denk ik. Geweldige aansteker. Ik zal even deze twee zo een beetje leuk in shotten. En dan zal ik even goed laten zien de vlammen zelf. Zet ik even het licht uit. Dus deze zet ik uit. Dan zet ik even het licht uit. En doe ik de gordijnen van de kamer even dicht. Even kijken. Even mijn licht wegleggen. Hier, doe ik even snel. Hier, die is even uit. Als het goed is, zou ik nu al. Het is nu al donker. Even nog donkerder maken. Zo. Kijk, zo is het wat donkerder. Sorry trouwens voor de. Als er een beetje noise of zo op de achtergrond. Hier. Dit is de standaard hoogte van de vlam. Ik weet niet of het met dit dingetje lukt om de vlam nog hoger te gaan zetten. Ik denk het eigenlijk zelfs wel. Ja, dat lukt denk ik wel. Dat is zo nog groter. Oh, verkeerde kant ingedraaid. Dus ik moet het dus zo draaien. Sorry dat jullie nu even een beetje niks zien. Die is al wat groter. Nou, ik moet eens even kijken hoe groot ik hem kan zetten.
Het is wel heel groot zo. Het lijkt trouwens niet heel groot zo, die vlam. Het is echt gewoon een mega vlam eigenlijk hoor. Even kijken hier. Hier. Hij ziet hier zijn hand hier zo. Ja, nou, ik dacht mijn hand niet in de fik. Maar dat is echt wel een lange vlam hoor. Die is nog steeds bezig. Even kijken hier zo in vergelijking met mijn hand. Oh ja, ze lijkt eigenlijk nog kleiner hier. In het echt is hij zeg maar bijna even lang als mijn vingers. Mooi aansteken. Het kopje wordt niet eens zo heel warm. Bij sommigen worden de kopjes echt super warm. En deze aansteker. Leuk ding. Het is alleen wel als je bijvoorbeeld op heel hoog gas zet. Dan weet ik dat is ook waarom mijn oude kapot is gegaan. Oh shit, komt echt een mega vlam uit. Dan hoor je dit. Geluid, hoor je dat? Hij lekt dan gewoon gas als je hem op heel hoog zet. Hier, ik zou het sluiten horen. Kijk, hier kan je dus bijstellen. De vlam op allerhoogste. En hier, hij zet gewoon dicht, hè. Hoor je? Misschien hield het gewoon zo te dicht bij de mic. Ja, dan gaat hij dus allemaal gas lekken. Kijk, hij is echt gewoon... Wanneer ze het gebruiken, dan lekt hij wel gewoon gas. Ik weet niet hoe goed of juist hoe slecht jullie er horen, maar... Geweldig aansteken dit eigenlijk. Eens kijken, zo, een beetje lichten. Dan zie je, mega pocket hoor. Zie je mensen, zo zie je dus echt gewoon geen vlam, maar nog niet. Zie je? Dat is echt raar. En bij deze heb je het ook hoor. Kijk. Ja. Zie je? Ja, dat is echt raar. Mensen. Maar ja, zie je, er zitten twee. Ik zie wel dat het kleed een beetje verschoven is nu. Het zijn dus de twee aanstekers. Sorry dat het licht nu niet goed is. Ik moet even. Ja, ik kan mijn andere studio licht nog wel aanzetten. Maar. Goed, het maakt er niks uit. Nee, dit zijn twee aanstekers van AliExpress. Deze was deze? Deze was 2,77, deze 76. Ik weet niet heel zeker. Nou ja, als het lukt, zet ik de linkjes er even bij. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video en houdoe.